Jongens, geen zorgen, ik leef nog. De laatste weken was ik gewoon heel erg emotioneel na het overlijden van mijn kapper. Dan had ik nog één gele strafenvlog. De rest is allemaal weg. Dat gaan jullie binnenkort zien. De laatste weken was ik heel druk met een buffer schieten voor Banyo Movies en ook mijn eigen werk. Ja, ik weet het, werk, het hoort er in één keer bij. Mijn haar is zo'n fucking drama dat ik nu echt een haarband erin moet rachen gewoon. Ik ben godverdomme net een wijf nu met mijn haar. In ieder geval, vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over geld pakken van kleine kinderen. Kinderen zijn meestal klein of je hebt een bijzonder kind wat heel erg groot is. Maar meestal kleine kinderen. Het begon allemaal namelijk een paar maanden geleden met Prankster. Die zagen op Twitch dat Twitch streamers alleen maar aan het gamen waren en voor niks eigenlijk gelddonaties kregen. Wij dachten van, oké, normaal doneren mensen geld gewoon random. Misschien kunnen we dat ook doen, maar niet gewoon gratis. We doen daar gewoon opdrachten, dus mensen krijgen er echt iets voor terug. Vervolgens werd StukTV boos, want hun doen ook elke week een opdracht en hun doen dat zonder gelddonatie. Wat is het toch met YouTubers die denken dat ze geld kunnen verdienen over de rug van kleine kinderen? Ik kwam toevallig op het kanaal van Prankster terecht en zag een livestream waarbij kijkers geld konden doneren in ruil voor opdrachten. En de jongens zouden dat geld dan gebruiken voor nieuwe video's. Dat wordt dan weer opgepakt door King Alert. En toen begon ik te denken, de laatste maanden heb ik natuurlijk gewoon werk gedaan. Ik moet zeggen dat de heren wel een punt hebben. Eigenlijk hebben ze gewoon hetzelfde wat een gamingkanaal doet. Een gamingstreamer, die krijgt ook soms wel een paar honderd euro in een stream. Eigenlijk voor niks doen. Voor niks doen. Niks doen. Ook als influencer gewoon de straat op gaan en geld vragen van mensen zonder iets te doen. Geven kijkers gewoon random geld. Dus ik belde een goede vriend van mij, Roel, op. Roel van internetshow Foxpop. YouTuber Roel Maaldering. Roel Maaldering van het YouTube kanaal Foxpop nam de proef op de som. Ik heb niks te verbergen. Dat is je pincode? Je bent gek, man. Is dat een serieuze vraag? Dat is een serieuze vraag. Dit ga ik toch niet vertellen? Om samen met hem interviews te doen als een echte influencer. Ja, dit is een influencer. Een influencer? Ja, die doet pas wat als hij een donatie krijgt. Ah, nee, ik loop door, joh. Ik word een beetje moe. Ik woon hier in de straat en ik kom ze elke dag tegen mensen. Zo. Een beetje... Nou, dit was het beginnetje. Dit was wel heel leuk. Ging heel goed op gang. Maar ja, het is een influencer. 10 minuten. Ja. Nou ja, hij is vrij duur blijkbaar. En de Apple-oortjes ook, of niet? Ja. Hij zit er bij de telefoon. Fanatiek Apple fanaat? Nee, dat schuift de familie door. Nou, ik moet zeggen, ik ben zelf altijd iets meer van de... Maar ik ga echt doorlopen. Zijn meneer die is een influencer. Ja, dat kan mij niet schelen. Die doet alleen wat als hij een donatie krijgt. Oh, die is het dat. Ja, dit is een influencer. Oh. Die doet pas wat als hij een donatie krijgt. Oh, nou, de groetjes. Wauw. Dit ging goed. Zo zie je maar weer, StukTV had gewoon gelijk. Het werkt niet. Toen besefte ik het me. Ik maakte een fout. Maar waarom zou het geld niet in eigen zak houden als hij toch al zijn inkomsten uit iets anders kan halen? Je zou het nooit doen. Nee. Misschien ben ik daar ook iets te oud voor in verhouding met vaak hele jonge kinderen die doneren. Je moet geld bieden bij de kinderen. De kinderen, daar zit het geld. Dat is helemaal... Vooral als de ouders het niet weten, is het... Vind ik het wat overdreven. Precies toen ik het doorkreeg wat ik moest doen, kwam het grote Twitch donatie nieuws alweer terug in King Alert. Het werd groter en het werd beter en gekker. 17 uur geleden, nu is het inmiddels 19 uur geleden, is dit een stream geweest van een Games. 500 euro? Wat? Hier het plaatje met de foto, met de 500 euro erbij, in de superchat, in de stream, in de chat dus, wat je continu ziet staan. Stoereboy 1. Ik heb geen toestemming van mijn ouders gekregen en ben ook geen 18, dus mag ik geld terug. Nee, dan mag je zeker niet je geld terug, want er staat een disclaimer in mijn beschrijving wat mij beschermt tegen dit soort fabeltjes. Als jij zelf doneert, dan ben je automatisch al akkoord gegaan met de voorwaarden. Beschrijf ik dat ik toestemming moet vragen, maar ik heb het niet gedaan. Ik mag eigenlijk niet doen, ik doe het toch. Gangster! Gangster, jongen! Wat een gangster ben jij, jongen! Holy my god. King Alert doet mee! Royalistic doet mee! Prankster doet mee! StukTV doet mee! Deze ruzie is zo groot, alle tags hier beneden in de beschrijving zijn gewoon gevuld nu. Gewoon één grote YouTube-orgie. Ik moet alleen nog Enzo Knol en dan heb ik bingo. Kijk, persoonlijk vind ik GTA-stijl heel moeilijk om te volgen en dit drama wordt alsmaar dieper en dieper en dieper. Enige nadeel is, in de zomer zijn de meeste kinderen buiten aan het spelen, dus binnen Twitchen heeft niet echt veel zin. Daarom kregen Roel en ik samen het geweldige idee om in de zomervakantie wat nieuws uit te vinden, namelijk Twitch op straat. In een drukke winkelstraat ga ik zitten gamen. Kinderen kunnen hun geld aan mij geven omdat ik daadwerkelijk niks doe. En heel veel irritante reclames, waarmee we pas stoppen als jij geld doneert. Hoe meer je doneert, hoe hoger je op dat donatielijstje komt. Dames en heren,
Twitch op straat. Ja, welkom bij deze nieuwe stream, jongens. Hier zijn we weer lekker live. En ik moet je direct eerlijk zeggen, gisteren ging je natuurlijk keihard. Heb jij iets over voor Bardo Maniac Gaming 1992? Maar ik heb geen kleingeld, helaas. Het is een Twitcher. Twitcher? Twitcher. Hij gamet gewoon en daar moet ik geld voor geven. Nou, dat is precies het format, ja. Oh, alsjeblieft. En het goede is, dan heb je de topdonatie te pakken. Hoe is je naam? Hugo. Oh, nu gaan mensen meer bieden, hoop je. Op dit moment is de topdonatie 1 euro. Kijk, dit is een nieuwe topdonatie. Heb je al gedoneerd? Voor iemand die zo'n knappe, gevoelige, innemende, artistieke, talentvolle jonge man. Nee? Nee. Wat vind je zo goed aan Bardo Maniac Gaming 1992? Dat die goed games, denk ik. En wil je een donatie doen aan de Bardo Maniac Gaming 1992? Ja, sowieso. 5 euro, yes. Hoppa. Oh, een nieuwe topdonatie zelfs. Dat is van Nienke, 5 euro. En die vraagt erbij, wat is je favoriete game? Hij is aan het twitchen. Ja, en dat is? Hij is aan het gamen en dan kunnen mensen live meekijken. Mag je een vraag stellen? Wat zou je willen vragen? Mag ik nu doorlopen? Oh, ik heb een donatie van 1 euro van een blonde mevrouw op straat. Wat leuk, en ze zegt erbij, mag ik doorlopen? 3 euro's? Hoppa, dan heb ik hier de gaming badge, een mooie badge voor jou. Mooi. Doneer je wel eens? Ja, soms. Jij? Heb jij wel eens gedoneerd? Ja. En wat kreeg jij dan? Ja, SO. Dus jullie gaan nu weer doneren? Ja. Nou, top. Gaan we doen? Ja, ik zie dat er een nieuwe topdonateur is. Dat kan natuurlijk niet, hè? Hij staat nu op 9. Ja, het moet 10 worden. Ja, ga je doneren? Ja, sowieso. Dit is weer een nieuwe voor Nienke. Ja. Heb je nog een vraag? Ja, kunnen die reclames niet weg dan? Die reclames? Ja. Dat is irritant, zijn die, hè? Ja, best wel. Coolblue, alles voor een glimlach. Bruna, pennen, beeldstiften en pakpapier. Voor een zacht prijsje. Wil je van deze reclames af, dan kun je doneren. En tot die tijd liever kipsleverworst. Dan gewoon een leverworst. Dus dan kijk, dit is toch een talentvolle, je zwijmelt u toch helemaal van weg, een talentvolle, kundige vakman. Het heeft me nog niet geraakt. Sorry. Nee? Nee. Eerlijk, ik had niet gedacht dat dit zo goed zou werken. Allemaal mensen kwamen gewoon aanlopen om geld in dat petje te gooien. De oudere mensen denken, hé, wat leuke straatartiest. En de jongeren denken, hé, wat leuke Fortnite-speler. Laat ik hem snel het geld van mijn ouders geven. Hier, pak aan. Alleen toen kwam ik thuis en ik voelde me al niet helemaal lekker. Toen belde Roel mee op en die zei ook, ja, Bardo, het voelt toch niet heel erg fijn. We werden allebei heel erg emotioneel en we trekken het ook eigenlijk niet meer. We hebben zoveel geld van de kinderen afgepakt dat we nu wel 3 keer naar Hawaii kunnen. En we vonden 2 meer dan genoeg. Daarom ga ik samen met Roel iets doen wat alle Twitch-gamers eigenlijk zouden moeten doen. Wij gaan onze excuses aanbieden aan alle mensen op straat. En dat niet alleen. Wij gaan al het geld wat wij hebben gekregen van de kinderen vandaag teruggeven aan de kinderen vandaag. Even een keer sorry. Ook voor jou sorry. Namens alle YouTubers. Sorry dat wij geld vragen voor Twitch en zo. Ik wou even sorry, sorry. Ik wou even sorry. Ja, sorry. 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 Ja, ik wil niet eens wat vragen. Ik kom hier alleen om sorry even te zeggen. Oh, laten jullie kinderen met rust nu. Ik kom even sorry zeggen. Voor wat? Voor al het geld wat we van kinderen afhandig maken. Welk geld? Via Twitch donaties, YouTube donaties. Oh, gaat die kant op. Lieve kinderen van de basisschool, sorry. Sorry namens al die YouTubers, Twitchers, Instagrammers waar jullie je geld aan hebben gegeven, of vooral het geld van jullie ouders. 1000 maal sorry. Nee, 20, 30. 30? 30. 30 voor de kinderen. Okay. Dus mag ik je alsjeblieft het geld teruggeven voor alle kinderen die ik heb afgezet? Sorry, 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 echt. Dit is van kinderen. Arme kinderen die het van hun ouders hebben afgetroggeld. Ouders die wel een creditcard hebben. Ja. Dan doe je het bij. Dan geef je het aan die ouders die zo arm zijn dat ze een creditcard nodig hebben. Hier, sorry jongens, echt. Dit. Nou, is goed joh, dankjewel. Ja, spijt me echt verschrikkelijk. Het kan gebeuren, hè. Neem het van me. Nee, ik ga dat niet aannemen. Nee. Neem het van me, sorry. Ik hoef dat niet. Hoe kan ik anders excuses aanbieden? Gewoon niet. Laat gewoon kan ik het nog goed maken? Nee, dat is te laat. Sorry dat we geld hebben gepakt van de kinderen. We geven het terug. Hier. Oh. Geld ligt in de bus. Sorry. Hier heb je 1 euro terug. Nee, hoef ik niet. Hoef je niet? Jawel. Oh. Nou, sorry dan. Alsnog sorry. Ja, het geld gewoon om het goed te maken. Ik weet het, hoef het niet meer. Allemaal hoor. Dus van allemaal kinderen. Van jouw toekomstige kinderen. Van al je neefjes, nichtjes die je hebt. Ik wil het ook terugbrengen naar je neefje. Geef je neefje dit. En geef je neefje dit. Dat is heel belangrijk. Met name die tweede ook.
Ik ben heel benieuwd hoe alle YouTubers op mijn bingo-lijstje dit gaan doen. Om al het geld van de kinderen terug te brengen naar de kinderen. Of je zegt, ik wil graag het geld houden van die onwettige betaling en ik zie je wel in de rechtbank. Mag ook, aan de Twitcher. Met z'n allen alsjeblieft hopen dat Snapking deze video niet ziet, want Snapking, deze video is een grapje. Elke YouTube-rel uit 2018 wordt gewoon groter en groter en beter. En daarom ben ik ook zo fucking blij dat iemand als Roel wil helpen bij het maken van deze video. Check zijn kanaal, linkje in de beschrijving. Mag Homo sapiens van u trouwen? Nee. Stringetje brengen, schatje. En Roel maakt oprecht misschien wel de beste interview items op YouTube. Staat mijn microfoon eigenlijk aan? Oh, gelukkig. Check vooral Roel, linkje in de beschrijving. Like en abonneer hier beneden. Ik zie jullie weer aankomende met misschien wel een hele speciale reunie. Vorige week was er een magisch moment in de ruzie tussen mij en Jordi. Ik ben best benieuwd hoe Jordi ook gaat reageren en zijn vandaag. Ja, hij ziet er niet heel veel beter uit vergeleken met die ene show. Zo, het begint al goed, jongens. Ik ben best wel het gevoel bij mezelf van, dat ik je misschien heb laten vallen daarin. Dat als jij je droom wou waarmaken, Banyota stopt in één keer. En dan stop ik ook met contact, want wij hebben echt 3-4 jaar lang geen contact gehad ook. Op een gegeven moment kreeg ik een ego. Ik kon me allemaal helemaal niks meer boeien. Dat was zo top. Dat was echt top. Want... Ga naar binnen voor de vlaggen. Vlaggen, de muziek. What the fuck heb je gedaan? Kom binnen, lieve Leute. Like en abonneer.